Bram, niet de rand raken. Oh, heb je de bodem geraakt? Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Giel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Anna. Mijn naam is Ize. Mijn naam is Bram. En vandaag hebben we zoals altijd een mega super deluxe video. Want wie als laatste de bodem van het zwembad aanraakt, die wint. En omdat ik 2,10 meter ben, heb ik het grootste letterlijk nadeel. En de redactie heeft gezegd dat ik niet moet meedoen. Huh? Maar, nee. Redactie aan de lijn. Oh. Wel? Oké, ik zal het hem zeggen. Wel mee. Deze is wel mee. Wel mee, wel mee. Let's go. Laat weten in de reacties, moet hij meedoen of niet? Ik heb wel een challenge voor jullie. Bij 12.222 likes doe ik mee bij de volgende challenge. Voilà. En ik niet. En voilà, dan is Celine de redactie. Nee, ik ben niet de redactie. Ik word Je bent wel... Ik word bestuurd door de redactie. Okay, dan word ik bestuurd. Jullie mogen nu allemaal in het water. Bram die gaat via de glijbaan. Oh, voorzichtig, hè. Ja, dat... Oh. Spannend muziekje op de achtergrond. Oh! Oh my god, mijn arm! De challenge begint in 3, 2, 1. Let's go! Je mag momenteel nog de randen en de floaties gebruiken. Straks verandert dat. Maar Bram, niet op de rand zitten, hè. In het zwembad zitten. Ja. Oh, en de bodem niet raken. Als je de bodem raakt, lig je eruit. Er is daar dus een GoPro die alles filmt wat er gebeurt onder water. Daar is de bodem. Hier is de trap. Dan weer bodem. De zijkanten mag je aanraken. Geniet van de rust, want straks komen de challenges. En gaat er sowieso iemand uit het zwembad. Als je eruit ligt, mag je niet in het zwembad blijven, ondanks dat het 35 graden is. Oh, heb je de bodem geraakt? Ik ben benieuwd voor de onderwaterbeelden. Hoezo ben je afgevallen? Hoe ga je deze challenge aanpakken? 3 woorden. Nat, woest, wal spelen. Oké. 3 woorden voor Celine. Eerlijk, vrolijk, droog. Oh, Bram. Ik ga winnen. Ik ga winnen. Oké. Okay. Ize. Evenwicht houden op de floatie. Ja, dat zijn al 17 woorden. Ja, wauw. Laura. Oeh, dat weet ik niet. Ja, dat zijn oeh, dat weet ik niet. Ja, nee. Jullie twee heb ik geen geloof in. Naar boven. Oh. Oh, nee, GoPro. Dat is Oh, Laura! Heb je de bodem geraakt? Nee! Maar hoe kan dat? Hij had al 3 keer de bal. Laura is al 17 keer in het water gevallen, maar nog nooit de bodem geraakt. Eerste challenge op alfabetische volgorde. Je tikt de ballon omhoog, dan gaat de volgende ook tikken en de ballon mag het zwembad niet raken. Stel dat Anna de ballon raakt en die valt naast het zwembad, is het gedaan voor Anna en krijgt een straf. Anna begint, 3, 2, 1, go! Oké. Volgende is... En die valt. Oh nee, Bram, net. Oh, niet de rand raken, hè. Bram, niet de bodem raken. Anna, zeg dat je de bodem hebt geraakt. Nee, dat is niet waar. En we hebben een straf voor Celine. Dat is van de glijbaan. Nee! Laag starten. En je mag dus niet de bodem raken. Je mag even uit het zwembad voor de glijbaan. 3, 2, 1, go! Ga maar, lossen, lossen. Ik ga erop springen. Nee, je moet je lossen, lossen. Oh, oh! De volgende challenge is super makkelijk, behalve voor één iemand. Het is gewoon dit doorgeven. Je mag het tonen in 3, 2, 1. Nee. Gewoon doorgeven en 3 seconden vasthouden. Hij is niet open. Nee, 3, ik heb weer iets gezegd tegen jullie. Oh, Ize, ze houdt een banaan vast. 3 seconden vasthouden. 1. Nee, laat maar vasthouden. Oh! Ja, oké. Okay. Je bent geslaagd. Ja, Laura, geef maar terug. Ik heb eten. Ja, alsjeblieft. Jawel, Mario. Daarnet deden we alles op alfabetische volgorde. A en B mogen wisselen van floaty. A en B. Ik zit in de boom. Oh. Wacht. Ja, de woest klopt. Het klopt. Nee, los.
Maar dat is mijn floaty nu. Oh oh. De wissel. Ja, oh oh. Ja, Anna zit erop. De volgende twee letters, C en I, jullie mogen ook wisselen van floaty. Celine heeft vertrouwen. Alles onder water wordt gefilmd, hè, dus pas op met de bewegingen die je doet. Celine ligt omgekeerd. Wat gebeurt hier? Ize? Houd die vast. Ligt op een schildpad. Laura, jij hebt geluk. Jij mag blijven zitten. Oh, wat? Ja. Nee, Laura heeft geluk. De volgende challenge wil je niet verliezen. De volgende straf is van jullie floaty en een emmer water met twee handen over jullie eigen hoofd doen. Jullie mogen allemaal gooien. Wie het laagste heeft, die krijgt straf. Ja. Twee. Ja, dat geeft af. Poepie, kijk naar je hoofd. Ja! Ram is safe. Doe maar, Laura. Oké. Celine staat weer op de straf. Ize, gooi maar, want die dobbelsteen is aan het verliezen. Vier. Ja. Laatste poging. Over het oh, de woesten. Zes. Ben je klaar? En wat moet ik doen? Gewoon toch mijn met twee handen en de bodem niet raken. Drie, twee, één. Nee, omgekeerd. Wat? Heb je de bodem geraakt? Nee. Okay. Uitgieten over je hoofd. Ja, uitgieten over je hoofd. Drie. Oh! Je hebt het wel goed gedaan, maar kijk, ik had al twee keer de straf. Het zat ook niet mee voor ja, jou. Dank. De volgende wedstrijd is een zwemwedstrijd. Wie als laatste is, krijgt ook weer een gekke straf. Ja, maar ik denk dat veel reflex aan hebben om die witte rond te raken. Moet ja, ik ga zeggen, de zijkant mag, hè. Maar niet... Ja, maar ik zou er niet over. Ize, heb je de bodem geraakt? Nee. Oké, dan mag je samen met Bram bij Anna en Laura gaan. Jullie mogen allemaal van de floaty klaarstaan daar. Oh, Laura, hoezo heeft Laura de bodem nog niet geraakt? What? 3, 2, 1, actie! Oké, Bram wint. Oh, hij heeft de bodem geraakt. Dat weet je, mag niet aanraken. Oh! Bram, nee! Ik zei het sowieso, ga iemand het wit aanraken. Allee, ik kon zelfs niet rap genoeg zijn. Toen waren ze nog met drie. Bram is zo verdrietig dat hij van de glijbaan gaat. Oh, jouw verdriet. Ik heb de bodem geraakt! Wat? Kijk, ik sta al in mijn rijtje. Jullie zijn plots nog met twee. Oh. Laura zegt gewoon, ik heb de bodem geraakt. Ja, ze is wel eerlijk. Dat is heel mooi. Doe maar, Laura. Oh! Ik heb net de redactie aan de lijn gehad. En in de kleine lettertjes stond... Als er nog maar twee deelnemers zijn binnen het uur... moet Michiel de challenge joinen. Huh? Ik heb de kleine lettertjes niet gelezen. Michiel? Ik kan het gewoon... Dus ik zou zeggen... spring in het zwembad. Het is tijd voor de volgende challenge. Lara heeft drie zwembroeken en jullie moeten die ondersnelst aandoen. Dus wie als laatste zijn zwembroek aan heeft, die krijgt echt een super erge straf. 3, 2, 1, go! Oh, spannend, spannend. Michiel, oh, ik denk dat Anna bijna... Oh, Michiel al één been. Ize ook. Ja, die van Ize gaat eerst aan zijn. Oh, Michiel is bijna... Oh, Ize is gevallen. Oh! Oh, oh, Michiel is ook onder. Oh, nee, nee, nee. Nog niet? Ik kan de zaak wel aan, hè. Hallo. Anna. Goed, goed, goed. Anna, ja, Anna. Ja, nee. Anna kan heel tijd aan al. No, wat? Maar moet dat ook niet helemaal? Ja. Ah ja, nee, dank nee, oké. Okay. Anna, jij? Yeah. Nee. Hij moet helemaal over je poep, hè. Maar dat was heel te bij haar aan het afstand. Anna, ze woord vals spelen. De mijne was al nat. Ja, maar dat maakt toch niet uit? Anna is dus verloren. Maar niet omdat de mijne heel te afvalt. Ze blijft excuses zoeken. Maar jouw straf is, je mag geen floaty meer gebruiken en je mag niet meer de rand raken. Okay. Oh, oh. Anna heeft het moeilijk. Oh, wacht, Anna, ik ga de rand vasthouden. Wacht, mijn zwembroek kwijt. Oh-oh. Oh-oh. Ja. Anna, ja, het zwembroek is kwijt. Een bal is geen floaty, toch? Nee, iets dat drijft mag. Wacht, ga je ah, voor ja, ja. Een bal is Anna. Niet gezegd geweest. Ja, voilà. Maar er ligt geen bal in het water. Oh. Ja, nee, je mag. Ja, het zal zijn. Dank u. Nu kan ik op die bal zitten. Hoe lang? Hoe lang wat? Mag ik geen floaty aan de
rand niet aanraken. Een floaty mag je binnen 2 minuten en de rand mag je nooit meer aanraken. En mag mijn floaty de rand aanraken? Nee! Het is tijd voor een nieuwe challenge. Er ligt een gewicht onder water. Dat zien jullie nu. Jullie mogen elk om de beurt dat gewicht gaan ophalen. En wie de bodem raakt, die ligt eruit. Jullie krijgen elk 3 kansen. En Anna gaat eerst. En Michiel heeft beslist dat Anna eerst gaat. En Anna ziet een luchtbal. 3, 2, 1, go! Oh, daar gaat Anna. Oké. Okay. Niet geraakt, Anna? Oké. Okay. De volgende. Het is aan Michiel. 3, 2, 1, go. Oh, die is wel weg. Uh-oh. Oh, die gaat wel heel... Oh. Is dat de show kan verkopen in de camera. Oké, okay, goed zo. Waar is de floaty? Ik weet het niet. Huh? Waar is je floaty? Je floaty. Waar zit het daar? Anna, als je nog veel leugens gaat verspreiden. Het lukt niet meer, hè. Nu sta jij toch. Ik heb de bodem aangeraakt. Nee! Dan krijgt hij zo'n kans van de redactie. Daar is hij dan, met de dubbele zwembroek uit de challenge. Maar goed gedaan. Oh, een luchtballon. Mensen, check deze skill. Wauw. Bijna. Nee, gelukt. Wat is Is allemaal aan het doen? Allemaal. Ja. Raak niet op bodem, hè. Ik zit. Oh, de laatste kans. Hé, hey, doe normaal. Pak dat gewoon met je handen. Anders wint Anna. Ah, ja, ja oké. Okay. Je mag ja. je vasthouden aan de rand. En vanaf nu, alle floaties uit het zwembad. Jullie krijgen niets meer om jullie aan vast te houden. Jullie mogen de rand niet meer aanraken. Veel succes met de finale. Geen commentaar, de short mag uit. En jullie krijgen ook een ijsje. Bram de ijsjes, man. Het is een Little Octo. Little Octo. Ik wil geen Little Octo. Sorry. Sorry. Sorry, ijsjes, man. Ijsje? Nee, dank je. Ijsje? Voor mezelf. Eet maar jongen. Eet maar. Hey Bram, het is geen voetbalchallenge. Hè? Waarom is Bram niet dan? Ja, echt. Bram die zei dat trouwens, hè? Ik zeg dat niet. Hè? Ja, echt. Wat? Ja, nee, jij stapte weg, want je dacht dat ik serieus was. Bram heeft een goed schot, hè? Daarom is hij erbij. Dat is nu maar wel leuk voor de rest. Ik zal niet erbij voor een voetbalchallenge. Oh, bedankt. Wie heeft de rand geraakt? Nee, maar. Wie is het? Oh! Wacht, moet Anna een challenge. Ze ja. heeft wel de bodem niet geraakt. Ja, ik heb wel. Een straf. Oké, okay, de straf Ize, is dat je 10 seconden onder moet. 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6. Wat? Ja, opnieuw. Wat is dat? Opnieuw. Ik kan het niet. Vrede maar 4 seconden. 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Ja, ja, ja. Ize heeft net gezegd dat ze de bodem heeft geraakt. Ja, ik ga eerlijk zijn. Anna wint de challenge! Let's go! Kom aan, Anna! Nu is ze zeker niet woest. Het was een prank, hè? Ze heeft de bodem nu geraakt. Ize! Nee. Proficiat! Ik voelde het en dan dacht ik, ga het eerlijk zeggen. We zijn uit het water en Anna, je krijgt natuurlijk een superleuke prijs. Ze kan het al zien. Ze krijgt watermeloen. En daar is ze heel blij mee. En delen gaat ze totaal niet doen. Echt, hè? Bedankt. Hopelijk vonden jullie het even leuk als ons. Het was wel een superleuke challenge. Ja. Bedankt om te kijken en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace! Thanks, Anna. Er is nog maar één stukje. Zonder of met? En we zijn met 3. Maar voor Barbara.